mag wel tussen alle drama's van de Bel Canto opera's hier deze slotavond van het Holland Festival. Met als stersoliste Editha Gruderova. Zij gaat zich nu verdiepen in de rol van Beatrice di Tenda. Nou, u begrijpt het alweer, een ingewikkeld verhaal. Beatrice is getrouwd met Filippo, maar Filippo is verliefd op Agnese. En Agnese is weer verliefd op Orambello. En Orambello aanbidt Beatrice. Beatrice en Orambello worden wegens verraad en overspel ter dood veroordeeld. En in de scène die u nu gaat horen, wacht Beatrice op de dood. Een prachtig vehikel voor deze stersopraan, Editha Gruderova. Thank you.
een zeer uitbundig slot. En de scène van Beatrice di Tenda van Bellini. Fabuleus gezongen door Edita Gruberova hier in het Concertgebouw in Amsterdam met het Nederlands Philharmonisch Orkest. En de dirigent was Ralf Weikert. Heel toepasselijk, misschien, de laatste woorden van die aria. Addio, tot ziens. Edita Gruberova, die 15 jaar geleden voor het laatst in Nederland te zien was. En nu toch wel, kun je zeggen, triomfantelijk terugkeert op de bühne. Een staande ovatie van het voltallige publiek hier in de grote zaal van het Concertgebouw. Een afsluiting, een 60-jarige, en dat noem ik het over het festival waardig. Edita Gruberova, zelf een jaartje ouder dan het Holland Festival. En daar was toch wel erg weinig van te merken vanavond. De stem heeft nog zoveel zeggingskracht. En je moet eigenlijk ook niet praten over deze zangeres in de termen van nog respectabel voor haar leeftijd. Ik denk dat je volmondig kan zeggen dat het afgezien van de leeftijd een fascinerend concert was dat deze grote bel canto diva hier gegeven heeft. Virtuositeit, prachtig uitgezongen, hoge noten.